gaan dadelijk dus de beenbeschermers aandoen. Er staat een witte grote bowlingmachine, dat is met een wat hardere bal. En daarnaast staat er gewoon een tennisballenmachine, die gebruiken we ook voor de jeugd. Er komt in ieder geval gewoon een balpje af, kan je lekker slaan en lol hebben. Dan kijk je als Feyenoord opleiding graag bij een andere voetbalclub vaak in de keuken. Om te kijken hoe zij trainen, hoe ze werken, wat hun visie is. Zodat we daar eens kunnen kijken wat wij daar mee kunnen nemen bij onze eigen opleiding. En de afgelopen jaren zijn we naar Bayern München, Barcelona, Tottenham Hotspur geweest, Anderlecht geweest. En het leek mij een goed idee om het seizoen te beginnen. Is bij een hele andere tak van sport. Maar wel een club die heel veel parallellen kent met die van ons. En dat betekent dat ik 26 heel veel jeugd opleid. Vanaf vroeg, dus 5-6-jarige leeftijd. Ze zijn vorig jaar landskampioen geworden met een heel jong team. Nou, en ik denk dat het voor onze trainers goed is dus om daar een keer te kijken van wat voor club is dit en wat voor sport is dit eigenlijk. Het is best leuk. Als je die techniek hoort, je liet een paar beelden zien en je gaat dan uiteindelijk zelf aan de slag. Leuk om te doen. Ja, Brian raakt ze niet meer hoor. Nee. Het was een gelukswing net. Kijk hier, alleen maar lucht. Dat is gaat best wel hard eigenlijk. Dus je moet heel snel moet je reageren. Een voetbal is iets groter. We hebben een kleine tennisballetje. Kleiner, sneller, harder. Dus dat is best wel lastig, maar leuk om te doen. Valt een beetje tegen. Ja, is het moeilijk? Ja, tuurlijk. Het is, op de tv zie je het wel eens. Dan slaan ze even een balletje 500 meter weg. Dan denk je, dat kan ik ook, dat ik het zelf moet doen. Nu ben je al heel lang jeugdtrainer. Hè? Is het nou anders jeugdtraining geven dan nou, pak een beet toen je zelf een jong talentje was? Ja, dat zegt natuurlijk ook dat de jeugd anders is. Hè? Dus, in mijn tijd was het echt gewoon doen wat de trainer zegt. En nu moet je toch weer andere methodes toepassen. Dus in dat opzicht is het wel heel anders geworden. Als je kijkt wat ze hebben, wat die jongens in hun tas krijgen, alles wordt voor ze geregeld. In mijn tijd was het ook wel dat ik in de jeugd speelde dat je ook al veel kreeg. Maar het is nu wel extreem. En, ja, de jongens worden verwend, maar je zit natuurlijk wel bij Feyenoord. Dus alles is op en top geregeld. Maar je werkt natuurlijk wel met de beste spelers van Nederland. Dus ik denk dat het er gewoon bij hoort. Ja, je ziet dat kinderen veel minder buiten sporten. Dus dat is al wel iets wat we constateren. Je ziet dat kinderen het veel moeilijker vinden om te bewegen. En natuurlijk, onze talenten die kunnen al, hebben al een redelijk niveau. Maar we moeten toch veel meer uren maken, zodat ze die dingen die ze leren op straat nu bij ons in de opleiding leren. En nu een partijtje. Heb je een beetje een goede groep? We zullen het wel op een akkoordje moeten gooien, want ik zit niet. Ik zit somber in met die gasten die, als ik ze net heb bezig gezien. Ja. Rennen. Nee, hij is in. Heel goed gedaan. 46. Ja, we zitten in hele diverse groepen. Er zitten spelers die jaren in Feyenoord 1 hebben gespeeld of op topniveau hebben gespeeld. Er zitten pedagogen, mensen die heel goed met kinderen om kunnen gaan. En dan is het geweldig als je ze hier zo bezig ziet. Dan, dat ze, alle, ze zijn zo sportief en zo, ze willen zo graag winnen. Dat is mooi om te zien. Ja.